Meneer Smit, wat brengt u vandaag in Oldebronswaard? Ik ben hier op een, wat heet een formeel ambtsbezoek. Zuid-Holland heeft 60 gemeentes en ik word geacht om al die 60 gemeentes in een periode van 6 jaar te bezoeken. Dus ik ben vanmiddag officieel op ambtsbezoek om polshoogte te nemen hoe dingen in deze gemeente gaan. Dus ik heb een gesprek gehad met het college van burgemeester en wethouders. Ik heb een gesprek gehad met vertegenwoordigers uit wat heet het maatschappelijk middenveld. Welzijn, kerk, woningcorporatie, ondernemers. En gesproken over, nou, hoe ziet de samenleving hier in deze gemeente eruit? Waar lopen jullie tegenaan? Hoe ze samenwerken met de gemeente? En net heb ik een gesprek afgerond met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en een aantal punten met elkaar besproken. Dat geeft mij een hele mooie gelegenheid om goed in de keuken van zo'n gemeente te kijken. Ook om met elkaar een aantal zaken te bespreken waar provincie en gemeente elkaar raken. En wat ik altijd het mooie vind van zo'n bezoek, ik kom er altijd mensen tegen die erin geloven en met elkaar er iets van maken. Als bestuurder, als politicus en ook als mens in het maatschappelijk middenveld. Dus ik ga weer tevreden naar Den Haag. Wat zijn de belangrijke issues voor de provincie ten opzichte van de gemeente als Oldebronswaard? Nou, we hebben natuurlijk met elkaar te maken in zaken als het buitenland van Roon, ik noem het maar. Of de opwekking van windenergie, ruimtelijke ordeningsvraagstukken, woningbouw. Dat zijn allemaal waar gemeente en provincie elkaar raken, waar wij als provincie verantwoordelijkheden hebben. Dus we hebben met elkaar een aantal van die zaken gewoon eens besproken. En ik heb ook gemerkt dat wij elkaar goed weten te vinden. En het vertrouwen tussen provincie en gemeente ook zeker gegroeid is de laatste jaren. Daar moeten we ook aan blijven werken. De kunst van besturen in deze tijd is en goed naar elkaar luisteren. En uiteindelijk ook kunnen accepteren dat verantwoordelijkheden genomen worden. Nou, dat is het ingewikkelde en ook het mooie van besturen. Daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, heeft de provincie een verantwoordelijkheid. Maar je moet elkaar wel goed weten te vinden en weten te verstaan. Op twee punten liggen provincie en gemeente Oldebronswaard best uit elkaar. Dat is het buitenland van Roon en het plaatsen van windmolens. Bent u vandaag wat dichter bij elkaar aangekomen? Nou, we hebben over die twee punten natuurlijk met elkaar gesproken. Ik ga er verder niet inhoudelijk op in. Dat is ook de verantwoordelijkheid van mijn gedeputeerde, hè, die daar over gaat. Maar we hebben wel, ik heb goed geluisterd naar de verhalen van hun kant. En ik heb ook gemerkt dat ze goed kunnen luisteren naar de verhalen van onze kant. En de kunst is dat je goed met elkaar in gesprek bent. Als je nou kijkt, één voorbeeld, het buitenland van Roon. Daar zijn we toch echt de laatste jaren op een goede manier met elkaar over in gesprek. Uiteindelijk moet dat kunnen leiden tot een aanvaardbare oplossing. Maar de kunst is dat je elkaar goed weet te verstaan. Hoe ziet de provincie de toekomst van Oldebronswaard, bijvoorbeeld wat zelfstandigheid betreft? Ik heb nu geen behoefte om daar een uitspraak over te doen. Ik ben hier op bezoek geweest bij een hele prettige, mooie gemeente. Het is natuurlijk als je hier rondrijdt prachtig. Het is een groen gebied te midden van heel veel industrie. Daar moeten we ook met elkaar zuinig op zijn. Dat zien we als provincie zelf ook. Dus ik ga met een tevreden gevoel weg. Het is prettig om hier te zijn. We hebben goede gesprekken gevoerd. En ik heb een goede indruk gekregen van Oldebronswaard.